Wat we dus aan het doen zijn... Jelle heeft een geheim dat hij me niet wil vertellen. Hey. Oei, ik hoor mezelf. En dan zou je denken, dat is niet zo heel gek, want je hebt een koptelefoon op en een microfoon, dat zal wel aan elkaar gelinkt zijn. Maar hoe het aan elkaar gelinkt is, daar zit moeilijk. De magie, zeg maar. Van deze unit, die gaan we straks meenemen naar LA, naar de E3. Ja. Die komt op onze camera binnen. Van de camera gaat hij via een snoertje naar onze stream laptop. Ik hoor jou via dat. Ja, dat is hoor gek, dit, hoor je. Ik hoor je dubbel. Ik ga naar jou luisteren via dit. Kijk, want dit draadje, kijk, als je die volgt, dan zit hij hier achter in een PC. Terwijl we hier, terwijl hij hier binnenkomt, dat is echt bizar. Je hoort maar gewoon. Met hoeveel vertraging? Ja, wel. Nou, geen seconde. Precies. Nee, klein wat er dus gebeurt is, we hebben hier een stream laptop. Die streamt het via het interweb, draadloos. Dan zit hier, kijk maar, er zit hier geen enkel draadje aan, behalve dan deze twee dingetjes die nodig zijn voor het streaming device. Draadloos naar deze grote schakelbak die we hier hebben staan. Ongelooflijk. En ik praat de hele tijd in de microfoon, terwijl dat helemaal geen zin heeft, want die is niet op de camera aangesloten. Alleen maar bij jou. Ja, precies. Ja. Maar, dus hij gaat via het internet, komt hij hier binnen, draadloos. En dan zie je daar ergens, kijk, als ik even zwaai. Joehoe. Zie je, dat was mijn vinger. Ja. Daar komen we binnen en dat, die zit dan weer aan jouw microfoon, van jouw koptelefoon vast. Dus dat betekent dat we straks vanuit LA, met deze camera en deze computer in Amsterdam beeld kunnen krijgen waar de fuck we ook staan. Al staan we in de wc van de Rainbow Bar naast Lemmy van Motorhead. Ja. Al staan we naast Lady Gaga in het Staples Centrum omdat we een vet feestje hebben. We kunnen streamen. Ja. En dat is gruwelijk, super toch? Vreed. Ja. En dat zijn we hier geen nu aan grenzen. Het testen. Gewoon geen grenzen zijn er meer. Geen grenzen. Letterlijk, ja. Nu zijn we in de toekomst. Noemen. We zijn in de toekomst. Nu weer. Nu. In de toekomst. Nu weet je, de secondegrens zou ik het noemen. Ja. Weet je, tijd, ruimte maakt niet meer uit. Het is gewoon alles hangt af van een seconde. Ja. Maar hoe vreed is dat? Dus dat zijn we nu aan het testen. Dat we gewoon live kunnen streamen. We gaan zo ontzettend veel doen op de E3, dat is echt niet normaal. We krijgen van onze normale items vanuit de E3. Ja. Brede shit, jij gaat op monteren, de website. Weet je, de items op de website. LA Today is er natuurlijk. Ja. Waarin ochtends. Skaten. Sorry, ik word er helemaal een soort van, mijn stem wordt nu al moe. Ja. Zeg maar LA Today, waarin Steven en Skate hier alles gaan behandelen uit de studio. Wat je kent van normaal deden we Skate en jij dat. Ja. Wij gaan dus uit LA, hebben we gewoon net zulke vette items. We gaan natuurlijk in Hawaii Bluesjes rondlopen daar. Die gaan we kopen. We hebben al wat gescoord. En wat dan, we gaan er ook zo'n vet item maken daar over Hawaii Bluesjes. Dus trek zelf ook je Hawaii Bluesje aan. Daarnaast hebben we natuurlijk op maandag de persconferentiedag, gewoon een soort van de 12 uur lang 24 uur stream, zo'n beetje. Waarin wij dus vanuit LA na elke niet eventjes dom aan de telefoon hangen. Nee, we staan er straks met onze GameKings microfoons dit te doen. Ja. Weet je wel, dus dan zijn we gewoon, en dat zijn we nu aan het testen. Dus, en dat, daar houdt het niet op, we hebben nog veel meer shit. Heel vervelend, als je zo'n ding in je hand hebt, dan ga je dat gewoon automatisch in de microfoon praten. Ja. Maar ook 's ochtends natuurlijk hebben we even van wat die dag gaan doen. Oh, maar dat bedoel ik. Weet je, we hebben 's morgens inderdaad, dat houdt het dus niet op. Dat zei ik al. We hebben ook Good Morning LA. En dat is dat we letterlijk wanneer we wakker worden, gemaakt door David met deze PC en die camera op ons pan. Ja. Weet je, wake up Dennis de Bruin. Ja. Wat net is of jullie gewoon in LA zijn. In LA gewoon zijn. Dan gaan we aan een tafel zitten met een kopje Sudrans en een croissantje. Pak jezelf en dan gaan we het daar hebben over wat we die dag gaan doen. Ja. Wat we die dag gaan doen, dat wordt gefilmd. Ja. En dat zie je later weer in een item. Ja. Het is fucking Inception. Het is Game Kingception. Zoveel, jongen. Het is bizar wat we allemaal gaan doen. En gelukkig, dat moet natuurlijk getest worden. En dat is waar we eigenlijk deze komende 3 fucking dagen mee bezig zijn. Zodat jullie een flawless vette show krijgen met live shit. Met vette lifestyle items die geproduceerd zijn. Je ziet het al, deze techniek met switches en wat dan ook. Het wordt echt de vetste E3 ooit. Denk sowieso wel, vanaf de E3, maar ook van GameKings. Ja, dat denk Want ik echt we hebben nog nooit zoveel vette shit in een week gepropt. Gigantische productie op deze manier. Maar wel een supervrede productie. Ja, toch? Ja. Nou, dus laten we verder gaan. We moeten nog wat muziek verzamelen voor daar. Ja. We moeten nog misschien moeten we wat suggesties plaatsen voor muziek. Wat een goed idee, weet je. Als jullie aan Los Angeles denken van de E3, wat voor track zou je dan eronder En ook natuurlijk een beetje, denk een beetje aan het Tiki-thema dat we rocken, Hawaii-thema. Kom met wat suggesties en misschien zie je die wel terug in de items die we dan maken. Sick. Cool.
Site-ignite. Geheime dingen. Dingen die geheime dingen zijn. Geheime dingen zingen. Wil je het opnemen, Shelly? Het is weer gebeurd, ik zweer het je.